Hallo allemaal, welkom bij de nieuwe weekreading. En deze week staat in het teken van voor jezelf zorgen. En daarmee bedoel ik eigenlijk mee, wij hopen allemaal dat iemand of anderen ons iets geven. Liefde, goedkeuring, erkenning, respect. Dus altijd wel iets wat we graag van anderen zouden willen ontvangen. Om wat voor een reden dan ook, waar die behoefte ook vandaan komt. En natuurlijk is het ook fijn als we dat van anderen ontvangen. Alleen de behoeftes die we hebben, dus de dingen die we zouden willen ontvangen, dat zijn ook signalen van dingen die we van onszelf zouden willen ontvangen. Als jij de behoefte hebt aan goedkeuring voor een ander en er eigenlijk naar op zoek bent of aandacht van een ander, dan is het een teken dat jij eigenlijk behoefte hebt aan goedkeuring van jezelf. Misschien ook naast de goedkeuring van de ander, maar je behoefte is ook naar goedkeuring voor jezelf. Als jij behoefte hebt aan aandacht van iemand, dan heb je eigenlijk ook behoefte aan aandacht voor jezelf. Waarin je gewoon een moment of een tijd voor jezelf hebt om te doen wat jij leuk vindt. En daar komt het nu ook op neer. Jij hebt behoefte aan dingen waarvan je denkt dat je er behoefte aan hebt van een ander. En misschien is dat een stukje ook zo. Maar je hebt met name behoefte aan iets van jezelf. En het is deze week de uitnodiging, zeker na die volle maan van vorige week, om dit jezelf te geven. Om jezelf te verzorgen. En dat betekent dat het heel fijn is om deze week een aantal momentjes te hebben waarin je niemand om je heen hebt, waarop je volledige stilte hebt, geen tv, geen muziek, geen mobiel, waarin je gewoon met jezelf bent. En je mag wel iets creatiefs doen, je mag wel wandelen, waarbij je gewoon even zonder prikkels voor de rest of input jezelf bent en jezelf hoort. En met jezelf in gesprek gaat in je hoofd. En jezelf de erkenning, het respect, de liefde, de goedkeuring geeft door middel van positieve gedachten in ieder geval. Die je nodig hebt, die je nu nog zoekt bij anderen. En het voelt heel onwennig en misschien geloof je niet wat je dan tegen jezelf zegt in gedachten. Maakt niet uit. Doe maar alsof je het gelooft en zeg het ook maar alsof je het gelooft. Dat is wat deze week heel erg helpend gaat zijn. In grootste valkuil is deze week dus ook op zoek gaan bij anderen. Op zoek gaan naar iets wat jij behoefte aan hebt aan anderen. Natuurlijk is het goed om aan te geven bij mensen van wie je houdt en mensen die jou dierbaar zijn, waar jij behoefte aan hebt om een relatie gezonder te maken. Tuurlijk. Maar ga niet op hun wachten. Ga niet bij hun op zoek. Ga niet onderdanig vragen. Word er niet afhankelijk van. Daar gaat deze week om. Daar gaat de energie nu om. Dus ik hoop dat je jezelf dat nu mag geven. Deze week horen daar natuurlijk ook een aantal edelstenen bij die je daarbij kunnen helpen wanneer je daarvan houdt. En de stenen die je heel erg bij kunnen helpen zijn, moet ik hem goed uitspreken, rhodochrosiet en rozenkwarts. Twee roze stenen, of rhodochrosiet, wat zwart of witte aderen kan, hoeft niet. Dat zijn stenen die juist gaan om passie, om liefde, om zelfliefde, om zachtheid naar jezelf. Ook een stuk naar anderen toe. En onverwerkte emoties verwerken. En jezelf goed voelen, daar staan ze ook voor. Dus die kun je deze week heel goed gebruiken wanneer je een hulpmiddel nodig hebt. En daarbij is de geur van jasmijn deze week heel erg goed wanneer je een aromadiffuser hebt of geurstokjes in huis hebt om dit proces te ondersteunen. Dat gezegd hebbende wens ik jullie voor nu een hele fijne week toe.